Hey, en wat superleuk dat je kijkt naar deze extra video bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik dus een extra video voor jullie. Want ik had dit idee en ik wou het gewoon extra met jullie delen. Dus ik denk even verrassing, een extra video. We gaan vandaag een houdbaar bloemstuk maken. En wat je eigenlijk overal kan neerzetten. Ik gebruik daarvoor een halve Tempex taart. Dus ja, dan gaan we mee aan de slag. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Laat hieronder in de reactie weten wat je van deze video vindt. En ik ga ook dit DIY pakket weggeven. Dus wil je graag zelf eentje winnen? Kijk dan vooral de video af. Aan het einde van de video laat ik jullie alles weten hoe je mee kan doen met de winactie. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. Volgen op Facebook of Instagram, kan je me daar ook volgen voor nog meer positieve bloemschik-inspiratie. Vandaag gaan we dus aan de slag met deze Tempex taart. En daar gaan we een heel mooi bloemstuk mee maken. En ik heb hiervoor gedroogde bladeren en allemaal mooi materiaal, mooi herfstmateriaal. En daar gaan we mee beginnen. Allereerst gaan we dit blad hier aan de zijkant lijmen. Allereerst lijmen we dus het blad erop en terwijl hij er wel overheen komt. Maar wat te lang is, kan je afknippen. Maar ik vind het wel leuk als hij puntig blijft, maar je kan hem ook rondknippen, wat je zelf leuker vindt. Het is natuurlijk een natuurlijk blad, dus het kan zijn dat hij op bepaalde plekken iets boller staat. Of het komt ook omdat hij gedroogd is. Hou hem even vast, dat hij even aandroogt. En dan doe je dat ook aan de andere zijde. En wat dus te lang is, kan je daarna gewoon even afknippen. Zoals deze heeft ook iets een opening, maar dan lijm ik dat gewoon zo aan elkaar vast. Het is blijft natuurlijk een natuurlijk blad. Je kan er zelfs even afknippen en daarna weer opnieuw overheen laten vallen. En dat kan ook altijd. Ik gebruik nu warm lijm, je kan ook koud lijm gebruiken. Maar dan moet het vaak iets langer drogen. Maar dat kan ook prima. Kiezen om dit af te knippen. Je kan het ook kiezen om het zo te laten. Ik zal voor jullie beide kanten op eentje afknippen en de andere heel later. Dan kunnen jullie het verschil zien en kan je zelf bepalen hoe je het graag wil. Die kant. Dat is die kant. Dan bedekken we de rest eventjes met mos, zodat we even een mooie basis hebben. Natuurlijk een hele mooie basis. En kijk hoe verschillend dit er nu al uitziet. Eén is dan afgeknipt aan deze kant en die kant niet. Dan gaan we verder vullen met allerlei mooie droogmaterialen en vruchten. Je kan dit met warm lijm vastlijmen of met koud lijm. Dan gebruik je deze voor. Die vind je ook in de webshop. Die is van Oasis. En je kan hem eigenlijk gewoon zo vullen zoals je zelf mooi vindt, dus je kan daar gewoon mee decoreren. Maar waar is dat een beetje scheef? Nou, dat komt door deze kant.
dit net iets hoger is. Dus ik knip dit nog eventjes mooi recht af. Dan staat hij iets stabieler. Kijk, dat is beter. En eigenlijk vul je hem gewoon helemaal met herfstmateriaal, dat hij mooi rijk gevuld is. Vruchtjes kan je toch eigenlijk echt wel beter met koude lijm lijmen. Blijven ze echt langer mooi. Droog materiaal maakt er niet zoveel uit. Warm lijm, dat werkt wel vaak sneller. Ik werk wel graag met warm lijm. Kijk hoe prachtig dit is. Dan wil ik ook nog eventjes een Diplo slinger straks omheen laten lopen. Dan gebruik ik toch gewoon een slinger. Die komt er straks nog overheen. Een paar mooie droogmateriaaltjes. En ik haal straks de lijmrestjes allemaal nog even een beetje weg. Soms heb je door het lijmen net van die slingers. Die laat ik altijd even aandrogen en dan kun je ze daarna vrij makkelijk wel weghalen. Kijk hoe prachtig. Dit is toch helemaal geweldig. Nou, deze is de kant die korter is. Deze heeft de langere zijde. Eigenlijk vind ik deze kant ook wel echt heel mooi. Ik laat nog even de Diplo eroverheen lopen. Die kan je even vastzetten met een beetje lijm of een krammetje bijvoorbeeld. Of je drukt er nog gewoon een beetje bij tussen. En zoals je kan zien hebben we dan een prachtig mooi houdbaar bloemstuk. Wat niet moeilijk is, maar waar je wel echt een heel apart bloemstuk mee maakt. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dat vind je onder kopje cursuspakketten. Wil je nou kans maken om dit DIY pakket te winnen? Laat dan hieronder in de reactie weten dat je meedoet. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En wil je dubbel kans maken, kan je ook nog eens deze video delen op Facebook of Instagram. Daar doe je zelfs twee keer mee. Dan gaat je naam twee keer in de pot. Dus dan maak je dubbel kans. Ja, of drie keer als je zelfs op Facebook en Instagram doet. Dus dat is helemaal jullie zelf. Maar je kan ook gewoon meedoen door hieronder gewoon een reactie achter te laten dat je mee wilt doen. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet mevrouw ook niet te volgen op Facebook of Instagram. En dan zie je mij de volgende keer weer.